Hoi, ik ben Sander en ik ga in het kort even heel snel iets vertellen over mijn opdracht. Nou, bij mijn opdrachten heb ik gekeken naar foto's en een betekenis erachter. Elke foto is uniek. Nou, een hele collectie foto's met ieder een stuk van een verhaal. Dan natuurlijk een heel groot verhaal over alles en nog wat. Nou, wat is jouw verhaal? Hoi, ik ben Stijn en ik heb bij het maken van mijn opdracht heel erg gekeken naar het denken van een fotograaf. Ik heb geprobeerd te letten op de associaties binnen de foto's, zoals het lichtval en de camerapositie. Hoi, ik ben Evie en ik zal ook een beetje kort mijn opdracht uitleggen. Voor mijn opdracht zijn vooral de leerlingen zelf heel erg in de praktijk aan de slag gegaan. En voor mijn opdracht moesten ze zelf op de foto, dus speelden ze eigenlijk een beetje de fotograaf, want ze hadden alle touwtjes in handen van hoe zij op de foto zouden willen gaan. Dus het was een beetje een speelse opdracht, waarbij je zelf heel veel dingen kon bepalen. En ja, dit is een beetje kort mijn opdracht. Hoi, ik ben René en bij mijn opdracht treed je in de voetsporen van een van de fotografen van Breda Foto. Zij vertellen eigenlijk een verhaal aan de hand van een serie foto's en ik wil dat jij zo'n verhaal compleet gaat maken. Daarom krijg je bij mijn opdracht maar 2 foto's te zien uit een serie en is het de bedoeling dat jij zelf op stap gaat om deze serie af te maken. Luister jij naar muziek? Ik ook. Als je naar muziek luistert, wekt het verschillende emoties op. Bij kunst is het ook. Breda Foto heeft een expositie van verschillende kunstwerken van kunstenaars over heel de wereld. Ik heb voor jullie een opdracht gemaakt waarbij je kunst en je favoriete muziek gaat linken. Blijft je dus interessant? Neem vooral een kijkje bij Breda Foto. Hoi, ik ben Fella. Ook ik heb een opdracht voor jullie gemaakt. Tegenwoordig heeft iedereen social media. Vandaar moet je bij mijn opdracht aan de slag gaan met het maken van een social media account. Deze is gebaseerd op een van de werken van Breda Foto. Hierbij leer je op een andere manier kijken naar kunst. Voor meer inspiratie, kom naar Breda Foto.